Ik heb het programma Knipperlicht geopend en neem dit als basis voor het nieuwe programma. Ik bewaar het bestand als eerste onder een andere naam. Looplicht met variabele en seriële monitor. Met behulp van zoek uit het menu bewerken vervang ik overal de 13 voor een 6. Dit is het pinnummer van de eerste led op het breadboard. De wachttijd verkort ik naar 100 milliseconden en ik upload het programma. De led aan pin 6 knippert snel. Ik maak boven de setup een variabele aan van het type byte met als naam led. Dit heet declareren. Vervolgens typ ik is 6. Hiermee ken ik de waarde van 6 toe aan deze variabele. Wanneer ik in de loop de 6er vervang door led en het programma upload, is de werking van het programma onveranderd. De led aan pin 6 knippert. Wanneer ik de waarde van de variabele vervang en het programma opnieuw upload, gaat de led aan pin 7 knipperen. In het programma wordt overal waar led staat de waarde van de variabele gebruikt. Ik vervang de 7 voor een 8, zodat nu de led aan pin 8 gaat knipperen. Een andere oplopende waarde aan een variabele toekennen kun je ook door het programma uit laten voeren. Ik maak van de 8 weer een 6 en voeg in de loop de volgende regel toe. Led is led plus 1. Na iedere knipper wordt de waarde van de variabele led met 1 verhoogd. Van 6 naar 7, van 7 naar 8 enzovoorts. Wanneer ik de code upload, zie je eerst de led aan pin 6 knipperen. Vervolgens de led aan pin 7 en zo verder. De leds aan de andere pinnen branden niet fel. Dit komt omdat deze leds niet als output zijn gedefinieerd in de setup. Om dit voor elkaar te krijgen, kopieer ik de regel die in de setup staat en plak hem in de loop. Iedere keer als de loop doorlopen wordt, wordt ook de volgende pin een output gemaakt. De leds branden nu wel fel. Ik kan de waarde van de variabele led zichtbaar maken in de seriële monitor. Dit is een venster waar je vanuit het programma data naartoe kunt schrijven. Ik laat zien hoe je dat doet. In de void setup typ je serial met een hoofdletter, punt, begin, haakje open, 9600, haakje sluiten, punt, comma. Hiermee maak je het mogelijk data van de Arduino naar de computer te sturen. De data wordt zichtbaar gemaakt in de seriële monitor. In de void loop typ ik serial.println, haakje openen, led, haakje sluiten, punt, comma. De waarde van de variabele led wordt hierdoor geprint in de seriële monitor. De letters ln zorgen ervoor dat na de tekst die geprint wordt er een line feed uitgevoerd wordt. Dit betekent dat de volgende tekst die naar de seriële monitor geprint wordt op een nieuwe regel wordt geplaatst. Open de seriële monitor door boven in het venster op de knop seriële monitor te klikken of uit het menu te kiezen hulpmiddelen seriële monitor. Ik upload het aangepaste programma naar de Arduino en krijg een foutmelding. Onder aan het venster zie je een verwijzing naar een mogelijke fout. De regel waar de fout waarschijnlijk in staat, wordt gemarkeerd. In plaats van een opdracht af te sluiten met een punt, comma, heb ik een dubbele punt gebruikt. Ik pas de code aan en druk nogmaals op de knop Upload.
In de seriële monitor zie je de getallen 6, 7, 8 enzovoorts verschijnen. Dit is de waarde van de variabele teller die steeds opgehoogd wordt. Wanneer ik op de resetknop op de Arduino druk, start het programma opnieuw. En zie je dat de waarde in de variabele weer van 6 gaat optellen. Ik wil graag dat de waarde van teller van 6 naar 11 loopt en dan weer bij 6 begint. Hoe je dat doet, laat ik je in de volgende video zien.